Hey jongens en meisjes, kijk, een nieuwe Media Critic video! Godverdomme! Mijn god, waar moet ik beginnen? Laten we maar gewoon beginnen bij een spotje van Center Parks. Die wildwaterbaan hier is echt supersnel. Zelfs mijn vader vindt het leuk. Maar hij moet nog wel een beetje oefenen. Of zal ik hem laten winnen? Zo'n uniek moment, dat maakt het verschil. Boek nu en ontvang tot 20% vroegboekkorting. Gratis toppings, plus 20% familie of 55+ korting. Ga snel naar centerparks.nl. Ik heb alleen maar vragen bij deze commercial. Oefenen voor een wildwaterbaan? Wat? What the fuck? Heb ik iets gemist? En hoezo kun je iemand laten winnen? Nou, waarom is een keer over een wildwaterbaan glijden een uniek moment? Sterker nog, is deze hele wildwaterbaan een spotje waard. Om een tv-commercial te maken over een jongen en zijn vader die over de wildwaterbaan gaan en lachen door het water rennen met een lauwe, net niet grappig glimlach. Want laten we eerlijk zijn, hun blik straalt er niet echt heel veel plezier uit. Waarschijnlijk omdat ze dit spotje al 30 keer hebben gedaan. Maar ja, als je naar Center Parks gaat omdat de wildwaterbaan zo supersnel is, nou, dan heb je misschien toch niet helemaal de juiste prioriteiten. Over snelheid gesproken. Ik heb in een video van De Betere Wereld een tijdje terug een flyer laten zien van Fiber.nl. En ik dacht op een gegeven moment, laten we gewoon eens even naar de site kijken. Toch? Ik had niet verwacht dat dit een geweldige site zou zijn, laten we eerlijk zijn. Maar dit slaat echt werkelijk alles. Vooral die speedtest die ze hebben. Je mag je eigen snelheid uitzoeken en daar gaat het al fout. Ze willen laten zien dat ze sneller internet hebben dan jouw huidige internet. Verder niks mis mee natuurlijk. Maar als je maximaal 50 Mbit kunt kiezen, ja, dan is het natuurlijk wel heel erg makkelijk, of niet? What the fuck, wat is dit voor vergelijking? En hoezo staat er, wat wilt u downloaden? Who cares? Ik wil gewoon kijken hoe lang bijvoorbeeld, weet ik veel, 1 gigabyte duurt. Of het nu 1000 films zijn, of 300 mp3's, of 35k soufflés. Nobody cares, daar heb ik toch helemaal geen boodschap aan. Vervolgens kun je de test gaan doen en holy fucking shit, wat een verrassing. 500 mbit is sneller dan 50 mbit. Oh my god, my whole life is a lie. What the fuck wil je hier nou mee bereiken? Als je een eerlijke test wil doen, laat mensen dan gewoon kiezen wat voor snelheid ze hebben. Maar als je de competitie al gaat beperken, dan is het sowieso niet eerlijk. Dus wat moeten we met deze informatie? Het ergste is overigens dat ze gaan liggen braggen met een 500 Mbit glasvezel. Maar wanneer je kijkt wat hun internetaanbod is, adviseren ze 50 Mbit. What in the name of shit moet dit voorstellen? Ze hebben net laten zien hoe traag 50 Mbit is. En vervolgens gaan ze het zelf verkopen. En 100 Mbit is het snelste wat ze hebben? What the hell, man? Ik bedoel, wat is er met die 500 Mbit gebeurd op de vorige pagina? Ik zou het liefst nog wel even doorgaan over Fiber.nl, maar ik ben werkelijk met stomheid geslagen. Werkelijk waar. Laten we snel verder gaan kijken. Want na regen komt zonneschijn. En als de zon schijnt, is het tijd voor zonnebrand. Vision Zonnebrand. Want wat zij voor een reclamecampagne hebben, is mij ook een raadsel. Ik wil dat mijn zonnebrand de hele dag actief is. Ook als ik dat niet ben. The fuck heeft je zonnebrand nu te maken met het feit of jij of niet actief bent? Bestaan er ook zonnebrands die misschien niks meer gaan doen als jij niks doet? Dus ze werken supergoed als je gaat sporten in de zon, maar zodra je gaat lamzakken bij het zwembad, dan heb je meteen tweede graads verbrandingen. Volgens mij is dat niet heel handig van een zonnebrandcrème, aangezien je de meeste zon vangt als je gewoon stil ligt. Ik mag er toch wel van uitgaan dat elke zonnebrandcrème gewoon normaal gesproken werkt, of jij nu wel of niet stil staat. Dus, ik weet het niet, maar om hier nou meteen een uniek selling point van te maken, is wel een beetje raar. Het is nogal vanzelfsprekend, dus ik vind het wel een erg nutteloze boodschap, of niet? Om nog maar te zwijgen over de tweede, die ik tevens op de radio heb gehoord. Ze is mijn alles. Ik wil een zonnebrandproduct die dat begrijpt. Werkelijk waar. Pakweg 3000 jaar beschaving en hier zijn we gestrand.
Letterlijk! Dit is het gewoon. Dit is waar we zijn geëindigd na al onze ontwikkeling en al onze technieken. We waren ooit gevreesde jagers. We waren ooit dappere ontdekkingsreizigers. Maar nee hoor, we hebben nu behoefte aan begripvolle zonnebrandcrème. Jesus fucking Christ, man. Ik snap dat je een beetje diepgang in je product wilt brengen, maar come on. Betekenis aan je product geven, oké, maar dit gaat gewoon echt een stapje te ver. En wat helemaal te ver gaat, is een trend van de laatste tijd. Laten we eens even gaan kijken en luisteren naar het volgende. Goed geslapen, slecht geslapen. Of een auto die knalt, het is een blad op de rails. Een minister die faalt, een BN'er gaat vreemd. Een verdachte slaat door. Ja, dames en heren, het is een tijdje weg geweest. Maar nu schijnt het toch weer in te zijn om een liedje te laten horen voor je reclamecampagne. Niks geen duidelijke boodschappen, nee. Niks klanten proberen te overtuigen of te informeren. Nee, gewoon een stom liedje schrijven. En god weet hoeveel geld het heeft gekost. Sterker nog, Carglass schaamt zich nergens voor en heeft zelfs de making-of van een liedje op de website geplaatst. Wanneer het niet gemaakt wordt, schijnt het totale glas. Autotaal glas, helpt er los niet op, we maken alles keurig. Waarom? Is dit werkelijk nodig? De meeste liedjes zijn zo overdreven en zo ongelooflijk slecht geschreven dat het alleen maar irritant is. Is het dan niet erg genoeg dat we op de radiostations gewoon de nieuwe platen 100 keer per dag horen? Blijkbaar niet, want als je 300 keer Pharrell Williams hebt gehoord, dan kun je net zo goed gewoon even 50 keer per dag dat verschrikkelijke liedje van Carglass horen. Of die van de Spits, of die van de Telegraaf, of een van de vele anderen. Shut the fuck up, man. Wanneer het niet gemaakt wordt, schijnt het totale glas. Autotaal glas, helpt er los niet op. We maken alles kleuren en ruimen alles op. Maakt niet uit, Mike. Wij worden er heel blij van. Oh ja, nou, ik word er helemaal niet blij van. En voor mij mogen ze die scheidliedjes vandaag nog verbieden. Oké, that's it. Genoeg over dingen die geluid maken. Het is tijd voor folders. Ja, het duurde even voor ik kon lezen wat er nu precies in de oranje letter stond. Maar op hol XL maakt nog steeds niet heel veel duidelijk. Behalve dan dat het waarschijnlijk een insteek is op het WK van dit jaar. Maar dat is dan ook het enige. What the fuck, waarom staat er iemand met een rookworst bij? En what the fuck is dat zwarte geval in het midden? Ik snap best dat het opmaken van een folder niet altijd even makkelijk is en dat je toch gewoon producten hebt waar je het mee moet doen, maar een beetje relevantie is ook niet weg hoor. Maar hey, misschien ligt het aan mij. Misschien ben ik wel de enige die de relevantie niet ziet tussen het WK en HEMA-worsten. Of het WK en zwarte schapen, of whatever dat geval in het midden is. Whatever de connectie mag zijn, ik zie het niet. En of we dingen niet zien, kijk maar eens naar deze anti-age crème. Dit is ook weer zo'n uniek selling point waar je eigenlijk gewoon niks mee kunt. Direct zichtbaar minder rimpels. Heb je zo'n crème die direct onzichtbaar minder rimpels geeft? Want ja, heeft natuurlijk niet zoveel zin, of wel? Waarom moet je hierover gaan liggen opscheppen? Dat is toch niet eens een uniek selling point? Dat is toch gewoon een auto promoten en zeggen, ja, maar hij kan ook achteruit rijden. Waarom kunnen reclames niet gewoon een beetje duidelijk zijn en ons overtuigen met dingen die relevant zijn? Zichtbaar minder rimpels. Nee, dat zou wel zijn. Dat je een heel potje op je gezicht kwakt en dat je het verschil dan niet ziet. Nou, daar wil ik wel 10 euro voor neerleggen hoor. En ook dat zal wel weer aan mij liggen, maar ik word er niet heel vrolijk van. Over vrolijk gesproken, om toch maar wat dingen aan elkaar te knopen. Weetabix. Van unique selling points gaan we naar dingen die misschien een klein beetje overdreven zijn. Want ik snap dat energie krijgen misschien leuk is en dat sommige mensen wat beter tegen de ochtend kunnen dan andere mensen. Maar Jesus fucking Christ, overdrijven kan ook. Kijk naar deze dame. Ik bedoel, hoe blij kun je zijn met het ontbijt? Ontdek hoe fantastisch het voor jou voelt. Het is een blokje graan. Kom op, mensen. Het zal best lekker zijn, het zal best goed zijn, ik weet het allemaal niet. Maar laten we het niet beter maken dan het is. Ik snap wel dat dat het nut is van reclame, maar als je op een gegeven moment gaat overdrijven, dan is het helemaal niet meer geloofwaardig. Kon deze dame nou niet gewoon even lachen? Of gewoon vrolijk zijn? Of, weet ik veel, relaxed zijn? Nee hoor,
Nee, ze moet met haar handen in de lucht staan te zwaaien, alsof ze een of andere patiënt is met een Down-syndroom en een kilo coke achter te kiezen. Als dat werkelijk het resultaat is, nadat ik die shit naar binnen heb gewerkt, nou, dan doe maar gewoon een pak yoghurt. Of gewoon een bruin brood. En dit was weer een aflevering van de Media Critic. Als je deze video leuk vond, dan like of share hem even op Facebook. Als je zelf ook irritante reclames hebt gevonden of reclamefolders of zo, dan plaats even een comment onder in de comment section. En natuurlijk, je keek naar Weekend Monsters en zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.